bulgareşki. Oy bulgareşki. Ay frizyonetki. Ay molvnieşki. Oy veyeşki. In 1988 ben ik lid als trompetist. En nou, toen hiek ze noemen dan wel eens even de nacht om te opereren dat ik dirigeren wil. En dat nou is zo'n 12 jaar dat is maar aan de gang. Dus het is nou alweer 10 jaar hier. Het is uiteindelijk dus opzet om de muziek als uitgangspunt te nemen. Dus de kwalificaties gaat om hoe de band speel je. Dus leeft die het zijt me net zo volle. Dat ze kent wijzen dat we nou een famke van 8 jaar, ja, die speelt het fantastisch in de orkestklasse. En ze gaat ze de kleer voor is om de grote stap te maken naar het orkest. Ja, dan gaat dat gewoon om. De kweekviever, dat is de orkestklas. Daar kun je leren om de samenspelsituatie om te gaan. Want normaal oefenen ze natuurlijk alleen nog op een zolderkamerke. En dan krijgen ze commentaar van de docent. Maar in de orkestklasse kun je dus leren om met elkaar hetzelfde te doen. Takkelijk in te zetten en nou, mij me koor de vreugde te beleven van het muziekmaatje.
vind het allerleukst dat elke keer gegrepen wordt door het maaitje van muziek. Het repertoire kan daar een part in hebben, maar ook het publiek en ook je eigen manier van spelen. Ik vind het dus mooi dat je een hobby voor de rest van je leven, of misschien wel een carrière, tot heel oud, dat je dus heel lang muziek maakt. En het enthousiasme kun je dus echt wel stimuleren. Het is wel iets wat te kweken valt. Is dat vergenoegen? Was dat hartstikke? Dat kan je krijgen. Oh, mannen wiggelen, apenstralen, akarnatselen, aglezelen. Ai, Rumenski. Bulgarečki, aj frizionetski, aj molvnieški, aj veješki. Zorgen weiß man ist, Wein trinkt man die Braun, für Beispiel kein Schgewalt. Heidige Dinge da, 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 heidige Dinge da. In Rumänien ist doch geht, finken Deiges weiß man ist, Wein trinkt man die Braun, für Beispiel kein Schgewalt. Heidige Dinge da, 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 heidige Dinge da. Gewaltig wärmeschige, glippen der Prinz am Marmeliger, tanzen fest, bis die Stelle wenig, es ist ein Partner, sei oder Zimmer. Rittag, die Gedei, Zimmer, Rittag, die Gedei, Zimmer, Rittag, die Gedei, Zimmer, Rittag, die Gedei. Außer sein nach Haie, besser kann ich sein, Haie vergewingen, nur Rumänien sein. Nein, trinken Wein und essen Marmeliger, wer ist geschehen, eigen Weib und jeder ist mischige. Zimmer, Rittag, die Gedei, Zimmer, Rittag, die Gedei, Zimmer, Rittag, die Gedei.
je gegaan, je honden dood. Je alle schrappen smachten, kugelkoven, schaps. Je verkleist me rondgekomen, wat een schädelijke zong. Maar je kent je niet gezond, is geblieben, er is zo jong. Moest je gaan, rondgekomen, die beste geheilig zugenomen. Moest je gaan, je borre spiel, hak, dat kist wel in die stil. En die meiden blijven oplossen, en ze veel met nois in los. Roemen eski, bulten eski, bulten eski, hoi, eski, zee. Lüttege digitei, lüttege digitei, lüttege digitei. Als het zin wil van je, dat zal ik het niet zijn. Ah, je vergeet niet geen raar mens zijn. Daai, daai, daai. Nou ja, hoe vond je het gaan met Fries Jeugdorkest? Ik vond dat zeer leuk. Ja? Ja, ja. Mensen kunnen echt, ze pikken het heel snel op. Het is dan een hele, hele aparte muzieksoort voor hun. Dus ze zijn gewoon gewend om klassieke dingen te spelen. Dus ja, te gek, prachtig. Ja. Ook heel erg om met zo'n orkest te zingen. Natuurlijk, ik bedoel, al die violen. We hebben meestal maar eentje. Nou hebben we er, hoeveel waren er? 20 of zo? Wil je er niet liever altijd die erbij hebben? Nee. Je moet een heel grote bus hebben. Ja, dat is ook zo. We zijn toch geen André Rieu, dus anders deden we het wel. Ja, Jacob, hoe voest het gaan met het Friese Jeugdorkest? Nou, het is hier waardeloos natuurlijk, hè. Nee, het is hartstikke leuk. Echt, ja, dat is een hele aparte ervaring altijd, hè. Je bent maar wat meer meesken, dus dat is altijd wel leuk om stuks te doen. Hoe voel je met gaan met het Friese Jeugdorkest? Nou, volgens mij ging het wel goed eigenlijk. Ja. Wel leuk, man. Ja, ja, vind je het leuk om te doen? Ja, ik vind het geweldig. Ze spelen als een tierenlier en het aardige is ik als de... De muziek die wij altijd spelen hebben, om die ze op deze manier te hebben. Maar al die strikers en de shirts een stik enthousiasme, een stik viewer eruit spatten. Dat is geweldig om te doen. Roemenië, is dat een traditional? Wat is dat voor nummer? Het is een oud musical nummer. Het komt uit een Jiddische musical uit 1925, New York. Door Aaron Lebedev, van tekst voorzien. Het is echt wel een gecomponeerd stuk. Ja, een musical stuk. Hoe jonger dat het begint, is maar. Hoe makkelijker dat het vaak is. Mensen niet op wat letteren leeft in het begin, dan is het een soort barrières. En, en voor Ben is het vaak zo van, het is heel logisch. En bijvoorbeeld voor het publiek speel je niks. Dat is voor Ben heel normaal. En iemand die wat letter begint met muziek maakt, die heeft ook iets. Al die mensen die het naar mijn geweest hoor. Ja, dat is natuurlijk super hè, op die leeftijd al op tv en straks in de harmonie in de grote zaal met een hele volle zaal. En dat, nou, dat heb ik nooit meegemaakt op die leeftijd. Ja. Dat had ik wel willen meemaken, hoor. Ja. Nou ja, je hebt rom inhellen, nevens mij, ja, qua optredens en roem en zo. Ja, we doen ons best. Ja, ja, zeker. Thank you.
ik speel viool en ik ben ook meteen de concertmeester. En ik zit er nu al 10 jaar in het orkest. Dus ja, ik ben helemaal achteraan de derde viool begonnen. En dan mooi door het orkest heen een beetje naar voren gegaan. Om de 2 jaar dan auditie en dan steeds een stukje dichterbij. Als concertmeester heb ik eigenlijk niet zo heel veel te doen. Ik moet er gewoon zitten en glimlachen en spelen, zeg maar. Wordt van mij verwacht dat ik gewoon ja, wel alles goed speel. En het enige echte speciale wat ik doe, is dat ik aan het begin van de repetitie opsta en hoop dat iedereen dan stil is en ja, iedereen afstem. Dat ik kijk van tevoren even of mijn A-snaar zuiver is en dan geef ik een goede A over aan de rest van de strijkers. En die stemmen dan op mij af en dan kunnen we van start. Nou, ik speel cello en zoend ik 8 bin. En ik ben in het orkestkamer. Ik wie eerst zit ik in de orkestklas en toen ben ik naar het grootorkestkamer. Ik 3 jaar in de orkestklas zitten of 2 jaar en dan zit ik 2 jaar in het grootorkest. Ik vond het wel leuk om mij die gewoon te spelen, want het is heel wat anders. Het is gewoon klassieke muziek, dus het is gewoon wel leuk om dan een keer van die Jiddische muziek te spelen. Thank you.
spiele trompet sinds ik njoggen wie. En ik ben begonnen bij een loopkorps in Drachten, dat ben ik. En toen ben ik oergang naar een zitkorps is maar gewonnen van Vaarorkest, wat toen destijds heel heug wie. En maar ik wilde op de Bierry Heugen te komen, met de trompet. Dus ik doe nu de vooropleiding conservatorium. En ik vond het een goed idee dan om steeds maar echt een stapje heugen te komen bij orkesten. En nu speel ik dus bij het Fries Jeugdorkest. Als dat iets van vader spelen, dan is het altijd hetzelfde. En nou, symfonie is echt iets heel oors en echt heel leuk. Het is hier heel gezellig. Ja, is dat ik belangrijk om het een beetje leuk maar kort te houden? Ja, zeker. Ik ga als koperblazer natuurlijk net volle te dwan. Maar het is hartstikke gezellig. Het is hartstikke leuk, hele leuke meesten op de achterste rij. En nou, het is echt superleuk. Ik ben op mijn njochende begon met klarinet spelen en hier op een muziekschool in Ljouwt. En toen hij draaide hier week bij een concert van het Fries Jeugdorkest en rekken mijn huid onder praat met de dirigent. En via ben ik in het orkest alone kwam, dus ik zit ook al 6 jaar in het orkest. Ik zit nu in het eerste jaar van het conservatorium in Grange, dus ik wil er al graag in terug. Ik wil in professionele symfonieorkesting spelen en dat alle keer een beetje zo goed als ik wil. Dus de Fries Jeugdorkest is toch wel de basislijn van nou, hier wil ik toch wel in terug. De leerste hoe het is om echt samen te spelen. Ik in deze vorm natuurlijk in Friesland ook nog korps. En dat is natuurlijk een hele andere manier van samenspelen. Want als Maastrikers is, dat is toch heel oors. En dat is wel heel erg wennen in het begin. Maar daar leest wel een heel soort van. En die manier van samenspelen, daar leest een soort van in het orkest. En het is natuurlijk hartstikke gezellig. Dus dat is echt een belangrijk punt. Thank you.
om leden te krijgen, ja, maak ik wel een beetje in de pitje blijven met het orkest natuurlijk. Je maakt er wel optreden en gekke dingen doen, want als je gewoon in de sleur maakt binnen van twee, drie concerten in het hier, ja, dan wordt er net op reageerd. Dat ik vind het leuk om ze nou nog eens naar het Poetelon en een tournee te hebben, een nieuwe cultuur. Alle dagen wordt er dus muziek maken en dingen besjoen en kunnen ze zich dus echt ontspannen. Maar uiteindelijk gaat het erom, ze maar de wollen. Wat een fantastisch orkest net. Wil je met jubileumconcert maar maartje, dan kan dat trak hem sneuren in de harmonie. En wil je maar spelen met het orkest, dat kan zelfs ik, want ze ben altijd op zoek naar nieuwe leden. Dus als je viool spelen, cello of wat hoors, skill je even maar het Friese Jeugd.